En ook altijd leuk om te zien is Karin Rietover iets later dan gebruikelijk. Excuses daarvoor, Karin. Maar ja, goed. Dus de mooier is het dan jou. Wat? Ik heb ook gezellig naar Cecilia zitten luisteren en kijken. Oh, goed zo. Ja, nou, jij weet hoe gezellig ze is. Ja, dat weet ze wel. Wat is het grote shownieuws van vandaag? Het grote shownieuws? Nou ja, er speelt van alles. Maar wat ik persoonlijk wel grappig vond, was ik was afgelopen zondag bij de première van Charlie, van de nieuwe musical van John van Eert. Ja. Bijna ook al 5 sterren gekregen. En daar was ook Lilian Ploumen, de voormalige minister van ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. Iedereen vroeg zich een beetje af wat zij daar deed en wat blijkt. Zij en John hebben vroeger bij elkaar op school gezeten en zaten in de toneelklas. Ja, dat vind ik grappig. Leuk, oude schoolmaatjes. En allebei goed terechtgekomen toch nog, hè? Ja, en elkaar uit het oog verloren door allerlei carrière-movements. En via social media, via Facebook weer met elkaar in contact gekomen. Wat leuk. Ja, dus dat verklaarde haar aanwezigheid. Ja, en voor de rest, Gordon heeft vorige week bracht, sorry al, dat hij natuurlijk een nieuwe vriend heeft uit Zuid-Afrika. Ja. En vorige week was hij over. Klopt, Gordon, ik weet het, ja. Hij was aan het repeteren voor zijn nieuwe show van SBS en hij had hem meegenomen. Ja, Henrik heet hij. R-I-K-K. Prachtige jongen. Ja, 24 jaar. Hij is er eentje van een tweeling. En met zijn broer staat hij bij een groot modellenbureau in Zuid-Afrika ingeschreven. 24 jaar. Ja, zelf, story, we hebben hem gesproken en hij zegt, ik ben voorgesteld aan zijn familie en vrienden. Hij heeft hem meegenomen naar een luxury affair vorige week. Ja, dus ja, maar weet je, Karin, het gaat niet over leeftijd. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Maar het is weer het prototype jongetje dat hij heeft. Was het ook liefde op het eerste gezicht? Kon je dat zien? Sorry dat ik erom lag. Maar was er chemie tussen die twee? Of? Nee, Gordon die was, zeg maar, hij vertelde dat Gordon was hem in Zuid-Afrika een maand geleden tegengekomen. En die riep wel, oh leuk, jullie zijn met z'n tweeën. Want hij was met zijn broer op pad. En zegt die andere broer, mijn broer is hetero. Hij zegt, ik ben homo. Hij zegt, ja, hij zegt, ik vond hem wel leuk. Hij zegt, ja, hij zegt, en we zien wel wat het wordt. Ja. Nou, hij gaat er al zo in. Nou, oké, dan weten we het alweer genoeg natuurlijk ook. Kijk. Wat ik gewoon bijzonder vind, is dat zo'n jongere van 24 zegt, want hij is natuurlijk in de 50 nu, Gordon, toch? Nou, nog net niet, ja. Hè? Ja, nee, Gordon is 50. Ja, hij is Gordon is 50. Dat zo'n jongen van 24 denkt, nou, ik ben model en ik ben heel knap. En daar staat ineens Gordon, ik ben verliefd. Ja, het kan natuurlijk, maar ik kan me dat niet voorstellen. Sorry. Ja, misschien valt hij op zijn humor. Want ik vind Gordon hartstikke leuk en hartstikke aardig. Maar het begint namelijk bij aantrekkelijkheid. En iemand die in Zuid-Afrika woont, kent hem natuurlijk helemaal niet. Zoals wij hem kennen van de humor en van de grapjes. Hij wist ook niet dat hij zeg maar zo bekend was in Nederland. Nee, dus daar gaat het om het uiterlijk. Nou ja, over smaak valt niet te twisten. Ja, dat is natuurlijk over zo. Maar het zijn altijd dat soort jongens. Denk, waarom heb ik dat dan niet? misschien moet je gewoon een keer een jaar naar Zuid-Afrika gaan. Ja, misschien moet ik dat doen. Of naar een modellenbureau of zo gaan. Ik weet het ook niet. Ja, mensen naar een twee kanten, zeg je dat. Ja. Goed, ja. Nou, Gordon, nog een leuk uitsmijtertje. Want we zitten een beetje tegen de tijd aan. Roxanne Hazes, die gaat natuurlijk weer in Ziggo Dome. En daar neemt ze haar neefje mee naartoe. Of haar zoontje, Fender. En die zal dan daar zijn neefje André gaan ontmoeten. Want André Hazes neemt ook zijn zoontje mee. Ja, maar Fender die heeft het allemaal nog niet eens in de gaten, hè? Nee, of een kleine André het ook in de gaten heeft. Maar wat ook leuk was, ze zegt van ik wil gaan trouwen. En die datum is, dat wil ze in april in Las Vegas. Oké, maar natuurlijk, al die kinderen en die kleinkinderen van Rachel, die zijn er. Rachel, die gaat daar ook rondlopen. Ja. Dat is waarschijnlijk de eerste keer dat ze die kinderen ziet. Nee, dat was vorig jaar. Het is afgelopen jaar in maart ook al toen Holland Sinkhazes in Ziggo Dome stond. En alleen toen had André zeg maar zijn zoontje niet meegenomen. En André en Roxanne die deden elkaar. Dat was redelijk spastisch, zeg maar, als we de mensen eromheen moeten geloven. Dus we keken echt ieder elkaar een andere kant op als we elkaar tegenkwamen. En dat daarvan zegt Roxanne nu, dat ga ik dus niet meer doen. Dus als ik hem zie, dus zeg ik hem gewoon normaal gedag. Dus ik ga niet moeilijk doen met wegkijken en alles. En als we elkaar tegenkomen en ik heb Fender bij me, zeg gewoon, kijk eens André, hier is je neefje. Nou, goed. Dan hebben we dat als laatste nieuws meegenomen. Dankjewel, Karin. Oh. Dit is Flevoland.
Dat is niet de goede. Ik wilde heel snel iets starten om op tijd uit te komen. Maar wat is er nou vandaag toch allemaal aan de hand? Ligt echt aan mij. Dat was Karin Rietover van Story. Al het andere nieuws lezen we natuurlijk ook. En de Story ligt nu in de winkel.